Health Response and Preparedness Committee geïnstalleerd. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft de nieuwe Health Response and Preparedness Committee, die voorheen de Rampencommissie Sector Volksgezondheid heette, geïnstalleerd. De commissie is op vrijdag 2 augustus 2019 voor een periode van 3 jaar geïnstalleerd. De voorzitter van de commissie, Rajesh Ramdin, gaf kort aan dat het responsteam geen one-man show mag zijn, maar een gezamenlijke aanpak vereist van betrokkenen binnen de gezondheidszorg en partners. Wij gaan als commissie samen het werk doen en eraan werken om de gestelde doelen te bewerkstelligen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.